de Grote Markt. Bussen rijden af en aan om iedere dag duizenden mensen af te zetten en op te halen. Een vertrouwd beeld dat misschien wel over een paar jaar verdwenen is. Er wordt namelijk druk gebroed door plannen om de bus van de Grote Markt te weren. Niet als het aan het OV Consumentenplatform Groningen ligt. De leden zijn volgens voorzitter Mirjam Gerards niet te spreken over wat er met de bus gebeurt. Waar ze dus heel boos over zijn, dat is dat die haltes weg zijn. En ook dat men naar de Diepering wil. Dat is natuurlijk ook omhoog lopen vanaf de Diepering hier naartoe. En mensen moeten oversteken, moeten twee keer oversteken. Het is daar allemaal heel smal. Het is echt waardeloos. Ik kan het niet anders zeggen. Plannen om de bussen alleen nog maar tot aan de Diepering te laten rijden gaan volgens Gerards ten koste van mensen die slecht te been zijn. Wat ik heel erg vind, dat is dat die twee haltes hier op de Geldingenstraat en de Oosterstraat, dat die weg zijn. Want daar stappen heel vaak mensen uit die wat ouder zijn. Bijvoorbeeld die naar de opticien gaan. Die rolden zo uit de bus en konden in drie stappen konden ze naar de opticien toe. En wat daarbij komt, is dat ze dus nu een flink end omhoog moeten lopen. En dat valt niet mee. Wat het OV Consumentenplatform betreft, blijven de bussen dus ook in de toekomst op de huidige routes rijden. Het enige denkbare alternatief is een gepasseerd station. Ja, dan hadden ze dus maar de tram moeten doen. Hè. Dat is ook misgelopen, heeft 4 jaar gekost. En vervolgens ging het FTSE. Dus dat is echt heel erg. Ja, dat was veel beter geweest. Maar dat is anders gelopen en daar kunnen we niks mee.